Het is de beroemdste speech aller tijden. Er wordt vaak naar verwezen. Het is de speech van I Have a Dream, Martin Luther King. De website American Rhetoric plaatst hem als nummer 1, de belangrijkste speech van de afgelopen 100 jaar. Vandaag gaan we eens kijken naar die speech. Vooraf, wat moet je weten tijdens de speech? Hoe is die opgebouwd? En de afloop, wat gebeurde er naar aanleiding van deze speech? Martin Luther King is een van de initiatiefnemers van de March on Washington. Het is een march voor vrijheid, voor banen, maar vooral voor burgerrechten. Gelijke rechten voor wit en zwart in Amerika. King is zo druk met al die voorbereidingen dat hij geen tijd heeft om zijn speech voor te bereiden. En pas de avond ervoor gaat hij zich voorbereiden met twee anderen op de speech die hij gaat houden. King begint zijn speech met 50 years ago, a great American. En hij verwijst hiermee naar Abraham Lincoln, die 100 jaar geleden in zijn Gettysburg Address ook zo zijn speech begon. Een score is 20, dus hij zegt eigenlijk 5 keer 20 jaar geleden. Het is een hele plechtige en statige manier om zijn speech te beginnen. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today. King maakte in deze speech gebruik van een aantal metaforen. En de eerste metafoor die hij introduceert is dat ze naar Washington gekomen zijn to cast a check. En dat ze toen beloftes zijn gedaan en die komen ze nu, willen ze er graag nakoming van die beloftes. Hij trekt die vergelijking een paar keer door om zelfs te eindigen dat the bank of justice cannot be bankrupt. Hij maakt er zelfs een grapje over. Het is de enige keer dat er gelachen wordt in deze speech. But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. Ongeveer 2/3 van de speech lijkt hij al te willen afronden. Let him go back to Alabama, let him go back to South Carolina. Maar hij legt eigenlijk alleen maar zijn blaadje weg en begint uit zijn hoofd te spreken. En dan begint hij met die mooie metafoor, I have a dream. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Het lijkt alsof King hier aan het improviseren is, maar niets is minder waard. Sinds 1960 oefende hij al vaker met die speech I Have a Dream. Er zijn al 8 verschillende versies opgedoken, allemaal iets anders, maar allemaal hetzelfde thema van dat I Have a Dream. King wist, dit werkt, dit is een mooie speech en die heeft hij geperfectioneerd. In 2015 dook er een versie op van november 1962. En die speech is zelfs nog langer dan de speech die wij kennen uit 1963. King maakt gebruik van stijlfiguren en met name de anafoor. Een zinnetje dat je steeds laat terugkomen aan het begin van een zin. Dat I have a dream is het mooiste voorbeeld. Dat gebruikt hij 8 keer. Maar ook with this fate, wat 3 keer voorbij komt. En helemaal op het einde let freedom ring, wat hij zelfs 9 keer weet te gebruiken. Na afloop zijn de reacties lovend. De New York Times vindt hem de beste spreker van allemaal. De Washington Post zegt dat hij echt de mensen wist te raken en in vervoering wist te brengen. En de LA Times houdt het erop, wat een retorisch talent. En wat zien we daar toch weinig van de laatste tijd. Minder bekend is ook dat de FBI vanaf nu King als een person of interest gaat beschouwen, omdat men zijn ideeën nogal radicaal vindt. De Times roept hem in 1963 uit tot Man of the Year. En in 1964 krijgt hij de Nobelprijs voor de vrede. Wat kun je leren van de speech van Martin Luther King? Nou, 1. Gebruik metaforen. Die maken je verhaal levendiger, leuker om naar te luisteren en herhaal ze ook een paar keer. Als Martin Luther King maar 1 keer had gezegd I have a dream, had die speech vast niet zoveel indruk gemaakt. 2. Is de voorbereiding. Oefen die speech een paar keer, tot u denkt, wauw, dit is eigenlijk wel een stuk beter dan wat we eerst hadden. En de 3e is, geloof in je verhaal. Sta achter je verhaal. Dat spat er echt af bij Martin Luther King. En als je dat doet, geloof in je verhaal, dan lukt eigenlijk de les vanzelf.